Hallo en welkom bij Matrix Evolution Feeder Fishing. We zijn hier vandaag op Visvijver De Sprong in Boksmeer, een schitterende locatie. Mijn naam is Arjan Klop en samen met Richard Sanders wil ik u vandaag meenemen in de wereld van het moderne feeder vissen en de wereld van het traditionele feeder vissen. Mijn stek is daar, Richard zit al te vangen, we gaan even bij hem kijken hoe het gaat. Mijn setup vandaag is heel simpel en compact. Ik gebruik vandaag de Matchmaster Feeder Seedbox, mooie compacte box. Zoals je ziet, alles heb ik bij de hand. Aan de rechterkant gebruik ik vandaag de Alu Side Tray. Ik heb alles hier staan. Mijn aas, pellets, boilies, alles wat ik nodig heb. Aan de linkerkant heb ik mijn lokvoer, wat haakaas en andere benodigdheden. Heel compact, klein aastafeltje. Aan de voorkant gebruik ik een verstelbare feederstuin met een feederrest. Verstelbaar in alle lengtes en alle hoogtes. Gewoon super stabiel en compact. Ik heb vandaag gekozen voor 2 mm geweekte pellets als haakaas rode mais, gele mais en fluo pop-ups. Ik heb vandaag besloten om te beginnen met een method feeder. Dit is de 30 gram Evolution inline method feeder. De tailrubber en de rubber quickbeats zijn reeds bevestigd. Nu kan ik mijn method feeder heel makkelijk monteren. Onderlijn door de uitsparing. Quickbeat erdoor, lijn in de gleuf, quickbeat erop, dat is klaar voor gebruik. We gaan nu de method feeder vullen met behulp van de Evolution method mouth. Eerst wat pellets in het voer, beetje grondvoer in de method mouth, haakaas erop. Nog wat extra voer met pellets. Aandrukken, mag stevig aangedrukt worden. En is klaar voor gebruik. We vissen vandaag in vrij diep water. Ik heb de method gevuld met een method mouth. Maar omdat het vrij diep is, is het verstandig om het nog een keer met de hand extra na te knijpen. Dat alles compact op de bodem terechtkomt. Hij is gevuld, klaar voor gebruik. We gaan hem nu ingooien en kijken of we wat kunnen vangen. Het haakaas bovenop de method feeder werkt vandaag perfect. Maar er zijn ook dagen dat het haakaas verstopt moet zijn in het grondvoer. Ik zal je laten zien hoe dat werkt. Je vult je method mouth met grondvoer en pellets. Het haakaas erop. Nog wat extra grondvoer en pellets. Je drukt de method mouth aan. En het is nu verstopt. Midden in de method feeder. Vandaag gebruik ik de 3,60 meter Carpmaster feeder. Zoals je ziet, ideale hengel voor het method feederen. Soepel voorin, krachtig achterin. Kortom, de ideale hengel voor deze visserij. De molen die ik vandaag gebruik is de Ultron 5000. Ideaal in combinatie met de Carpmaster 3,60 meter. Goed, de visserij waar ik vandaag voor heb gekozen wijkt wat af van die van Richard. De visserij die ik ga doen is een wat meer traditionele feedervisserij op twee afstanden. Ik heb gekozen voor zowel 30 als 60 meter. De hengel die ik gebruik voor de 60 meter lijn is de Horizon 4 meter. Deze 100 grammer geeft mij de ideale werpeigenschappen die ik nodig heb om lange tijd accuraat op deze afstand te kunnen vissen. De molen die ik in combinatie met deze hengel gebruik is de nieuwe Horizon Feeder Reel. Deze extreem sterke molen heeft een hele grote kop die mij in staat stelt lange tijd accuraat te kunnen blijven inwerpen op grote afstanden. De molen is gevuld met 800ste submerged gevlochten lijn. Deze lijn bezit geen rek en geeft mij de ideale beetindicatie op lange afstanden. Vandaag maak ik gebruik van de Mega Feeder Arm. Deze feeder arm is echt reuze goed.
Hij is zeer gemakkelijk in elke positie te manoeuvreren. Van links naar rechts, van boven naar beneden. En dankzij de dubbele arm is hij enorm stabiel. Even fixeren in de juiste positie. Welke dan ook. En het is echt een geweldige arm. Op de aanstafel aan mijn rechterkant alle soorten azenvoer die ik vandaag nodig heb. Als grondvoer in de korf gebruik ik Expander Karamel van Van de Einde. Ik richt me vooral op razem. Daarvoor gebruik ik graag natuurlijke aassoorten zoals kasters, maden en natuurlijk ook wat wormen. Als de vis echt goed los is, is het natuurlijk ook prima om met andere aassoorten te voeren en te vissen, zoals maïs. Dat gebruik ik in twee kleuren, rood en geel. Om mijn korf en aas eventueel van wat extra vangkracht te voorzien, gebruik ik graag een booster. Deze zoetstoffen lokken de vissen vaak van grote afstand aan. De keuze van de feeder is eigenlijk eenvoudig. Voor vissen op lange afstand heb je een korf nodig die goed vliegt, die aerodynamisch is. Oftewel een korf met het gewicht gepositioneerd aan de voorkant. Een korf als deze is eigenlijk de enige juiste keuze als het komt op een visserij op lange afstand. Al het lood is gepositioneerd aan de voorkant van de korf, waardoor deze enorm aerodynamisch is en dus enorm goed gooit op lange afstanden. Het vullen van de korf is eigenlijk heel eenvoudig. Het aas dat je wilt brengen, leg je even op het voer, in dit geval wat wormen. Die knip ik mooi fijn, kleine stukjes. Een beetje maïs erbij. En dit knijp je in de korf. Op deze manier komt al het aas en voer mooi beneden op de bodem aan. De vis had zich aangekondigd. Ik had al verschillende tikjes gezien, maar een echte beet bleef uit. Op het moment dat ik de korf voorzichtig wat verschoof, pakte de vis meteen het aas en er volgde een schitterende aanbeet. Schitterende brasem, gevangen aan de worm. Very nice bream. Moet je kijken. Oh, die trekt echt hard. Ik ben benieuwd wat voor vis dat het is. Zeker geen brasem. Komt nu bij de kant. En gewoon geweldig sterk klein kapertje, ongelooflijk. Ja, daar is hij. Een mooi kapertje, misschien nog geen kilo zwaar,
Maar hij trok heel hard en ik had een geweldige sport aan de Horizon feeder. Nou, we zijn al een tijdje aan het vissen en ik krijg dan wat beter. Het is aardig windig en ik denk dat het wat tijd wordt om wat te veranderen. We vissen nu met een method feeder en we gaan overschakelen op een pellet feeder. Ik zal je uitleggen hoe dat werkt. Je haalt je tilrubber eraf uit de uitsparing van de method feeder. Aaskan eraf. Door de gleuf. Onderlijn weer door de uitsparing. Lijn erdoor. Tailrubber er weer op. En je kunt verder binnen een paar seconden. Heel ander systeem, hele andere manier. Het beazen met behulp van de superstop werkt heel eenvoudig. Je neemt de superneedle, steek je in de superstop, zet een klein gaatje in, zoals dit. Je neemt je aas, in dit geval de mais, prikt hem door de mais, haalt hem er aan de achterkant weer uit. En de her is beaasd. Vullen van de pelletfeeder is heel simpel. Je neemt wat pellets. Leg je haakaas erbij in. Druk er wat extra pellets op. En klaar. Dankzij de gaatjes in de pelletfeeder drinkt er water door. Waardoor de pellets naar buiten worden gedrukt. Samen met je haakaas. Klaar om opgegeten te worden. Oh, we pakten hem direct. Ik ben geswitcht naar de pelletfeeder en op het moment gaat het wel heel goed eigenlijk, moet ik zeggen. Ik denk binnen 20 minuten zeker 10 karpers. Korte onderlijn, pop-up boilie en pelletfeeder. Oké, de lange lijn is wat minder aan het worden. Het wordt tijd om de korte lijn eens eventjes te proberen. Om te zien of dat daar wel wat vissen azen. Hij is al voorgevoerd.
Ik ben erg benieuwd. De hengel die ik op de korte lijn gebruik is de Horizon S-Class 3,60 meter. Een mooie hengel, ideaal voor een visserij op de middellange afstanden. De mode die ik gebruik is de Reflex 4000, gevuld met submerged gevlochten lijn. Een ideale gevlochten lijn zonder rek voor het perfecte beetindicatie. De montage die ik gebruik op de korte afstand is in principe hetzelfde als op de lange afstand. Het enige verschil, de feeder is nu vervangen. Ik gebruik nu een open-ended feeder, een mooie plastic korf. Die werpt wat minder goed in als een speedkorf, maar heeft de ideale eigenschappen om het aas goed aan de bodem te brengen. Hij is mooi gesloten, allerlei aassoorten kun je erin doen die perfect aan de bodem loskomen en niet halverwege in het water. Ik zal even voordoen hoe je hem vult. Het is eigenlijk heel erg simpel. Wat wormen in het voer. Fijn knippen. Een paar maïskorreltjes erbij in dit geval. Een beetje zoete geurstof doet ook wonderen. Niet te veel. Aasenvoer erin. Zachtjes aandrukken, niet te hard, zodat het makkelijk loskomt aan de bodem. Als haakaas gebruiken we een paar wormen. Dat mogen best flinke wormen zijn. Stoppen zodat de wormen netjes op de haak blijven en dan proberen we het weer een keer. Naast dat wormen had ik ook wat vloeistof in de korf gedaan om het geheel extra zoet te maken. Direct na de inworp volgde er echt een schitterende aanbeet met deze vis als resultaat. En zien wat er boven komt. Het voelt echt goed aan, ook kijk eens. Ho! Een hele dikke brasem. Hele mooie Nederlandse brasem. Goed, de korf die ik nu gebruik is zoals gezegd de plastic korf. Er is eenzelfde soort korf, hetzelfde formaat, hetzelfde gewichten verkrijgbaar, alleen dan gemaakt van gaas. Het verschil is dat hij wat makkelijker binnendraait omdat hij wat minder weerstand hebt door het water heen. Een ander verschil is dat het voer er ook tijdens het zinken afkomt. Het is vaak de ideale korf om mee te beginnen, zodat er wat losse voerdeeltjes in het water ontstaan waar de vissen op afkomen, om vervolgens om te schakelen naar een wat dichtere korf die het aas echt aan de bodem brengt. Goed, de brasem bijt lekker,
Ik heb het gevoel dat ze echt graag het grondvoer willen hebben, samen met het aas natuurlijk dat ik erin stop. Eigenlijk zou ik mijn haakaas dichter bij de korf willen aanbieden. Helaas gaat dat niet met een gewone korf. Wanneer je een te korte onderlijn gebruikt, dan komt het vaak in de war. Daar hebben we nu een hele mooie oplossing voor. Dat is de Matrix Inline Cage Feeder. Zoals hier gemonteerd, mooi schuivend over de lijn. Het voordeel hiervan is dat ik precies op dezelfde manier kan blijven voeren als dat ik deed met de vorige korf. Dus ook gewoon groot aas zoals maden, kasters, wormen, mais, alles kan ik gewoon blijven voeren. Maar met een mooie korte onderlijn, zodat het haakaas kort bij het voer wordt aangeboden, zonder dat het in de war raakt tijdens het inwerpen of wat dan ook. Nu ik heb gewisseld naar de aanpak met de hele korte onderlijn, verwacht ik agressieve aanbeten. Daarom ben ik ook gewisseld naar een lijn van nylon. Dus geen gevlochten lijn, maar echt een gewone nylonlijn. De rek die deze lijn bezit, heb ik heel hard nodig om de klappen op te kunnen vangen, daar ik behoorlijk agressieve aanbeten verwacht vanwege de hele korte onderlijn. De lijn die ik gebruik is 20/100ste submerged nylon die perfect zinkt en sterk genoeg is voor zelfs de grootste vissen probleemloos te kunnen landen. Gaat het moment echt geweldig goed met de pelletvieren. Maar er zijn ook dagen dat het wat minder gaat en je wat vaker wilt wisselen van systeem. En nadat ik deze vis geland heb, zal ik je uitleggen hoe dat werkt. Ik ga je nu laten zien hoe je heel makkelijk van een pelletvieder of metterfieder kunt omwisselen naar een gewone korf met behulp van dit systeem zonder ook maar een lijn door te knippen of te knopen. Het eerste wat we doen is de onderlijn eraf halen. De lijnclip los. De lijn er doorheen. Dit zijn de Evolution LED clips. Er zit dezelfde uitsparing in als de method feeder en de pellet feeder. Bevestig je op dezelfde manier. Zo. LED clip zit erop. Je pakt een open end feeder of een gaas feeder of een loodje, wat of je het maar wil. Tailrubber over de ledclip. Je hebt een free running feeder systeem. Hier gaan we een langere onderlijn op zetten. Quickbeat los, lus je op de quickbeat, quickbeat dicht en het systeem is klaar. Zo simpel is het. Vandaag gevist met een method feeder, met een pellet feeder en nu met de open end feeder. Alles met één hengel, zonder ook maar één keer het draad door te knippen. Een compleet systeem, het Evolution feeder systeem. Bedankt voor het kijken, ik hoop dat je hebt genoten. Wij hebben in ieder geval een fantastische dag gehad. We hebben heel veel vis kunnen vangen op allerlei manieren. Ik hoop dat je er iets van hebt opgestoken. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee bij jou op je eigen water. Thank you.